Schatje. Hi. Hoe gaat ie? Ja, wel goed. Lekker aan het winkelen? Ja. Even kijken, wat hebben we? Ingrediënten? Eén banaan. Ja. Eén banaan. Ja, een hele goede middag nog eigenlijk. Het is nu iets van 5 voor 6. Het is nu vrijdag 11 oktober. Het is nu net 10 maanden dat Ro en ik zijn getrouwd. En ja, ik open de vlog een beetje laat, maar het was een beetje hectisch vanochtend en ook vanmiddag. Dus ja, en dit zal wel misschien wat vaker voorkomen, maar ik wens jullie heel veel kijkplezier. Dus wat ik dus al zei, op een hele andere locatie, zoals jullie al wel zien. Normaal dan werkt Ro weer op een hele andere locatie, maar hij zou eigenlijk vrij zijn vandaag. Maar was hem dus gevraagd of hij toch wou komen. Dus zodoende sta ik dus hier en wacht even tot hij zo klaar is. En dat is ongeveer nog een kwartiertje wachten. En dan is hij klaar met werken en dan gaan we dus samen lekker naar huis. En dan haalt hij beauty op of we halen samen beauty op. Of hij gaat nog even zelf op naar huis even omkleden en dan komt hij naar mij. En dan gaan we lekker samen eten en even andere dingen doen. Dus we hebben samen een hele lange dag op zitten. Het was eerst school en dan werken en het is druk. En zo gaat mijn leven ook eruit zien. Dus het kan ook zijn dat ik ook wat andere dagen misschien of helemaal niet vlog of wat minder ga vloggen. Dus maar dan moet ik even kijken hoe dat in mijn programma gaat passen. Dus maar daar horen jullie ook wel weer wat meer, waarschijnlijk wel wat later wat meer over. Dus dat komt ook weer helemaal goed. Ja. Katja. Hoi. Hoe gaat-ie? Ja, wel goed. Lekker aan het winkelen? Ja. Ja. Even in de kar is vol. Hè? Even in die kar is vol. Ja, nog even wel, ja. Alleen mijn broek die zakt niet weer lekker af. Gaat goed. We zoeken weer wat, maar we kunnen het weer niet vinden. Nee. Nee, we kunnen het niet vinden. Nou, het is dus al inmiddels al ruim 7:30. Ik ga nu even met de hondjes lopen. Ze staan al klaar. Dus tijdens het lopen ga ik even Ro bellen. Want die is ook al thuis. Die zou zich even omkleden. En dan zou die even lekker een heerlijke Turkse pizza voor ons halen. Want we zijn dus inmiddels al 10 maanden getrouwd. Dus ja, dat gaat gewoon hard. Dus ik ga nu met ze lopen. En dan zien jullie me straks alweer. Zo. Hey. Daar hebben we mijn andere grote meid en daar hebben we de kleine meid en daar hebben we de nieuwe. He? Ja, precies. Oh, jij gaat erbij liggen. Een verstandige keuze. Dat is een hele verstandige keuze. Nee, zitten. Zitten. Kijk. Zit. Zit. Hé, hey, hier. Kom eens hier. Zit. Nee. Hier. Nee. Zitten. Ja, zit. En blijf. Ja, en blijf. Wij staan dus nou lekker bij Picobello. Die sok die ligt dus nu hier op de tafel.
Ja. Ja. Dit is gewoon een heel groot pup. Want dit deed Lovely ook altijd, dat ze nog klein was. Het is gewoon een pup. Maar dan groter. Mm-hmm. Dat merk je ook aan anders. Want dit deed Lady ook bij Lovely. Ik heb een paar video's terug bekeken. En dan kijk ik dit. En dan denk ik van ja. Het is een hond van bijna 2 jaar, maar het is nog een pup. Blij ei. Kan lekker spelen, springen. Nee, meis. Oh ja, ik ben gevraagd om dus een voorstelrondje te doen. Nou ja, niet gevraagd, maar ik heb het dus gezegd dat ik een voorstelrondje ga doen. En wie de katten, wie de katten zijn en wie jij bent. Want het kan ook zo zijn en dat je mij een keertje ophaalt, weet je wel? Vanaf daar, met de auto of zo. Dus dat vonden de kinderen ook wel fijn. Ja, en dan zit je zomaar eventjes op de bank en dan ga je gewoon eventjes op een knopje WhatsApp kijken. En dan zie je in één keer dat er heel veel is gebeurd op de groep van school. En dan word je ook nog een keertje gebeld van, joh, wat is er aan de hand? Ja, weet ik veel. Nou, dus Ro is even dingen even aan het achterhalen geweest voor mij. En voor nummers, nou, die heb ik gewoon weer erbij gevoegd. Maar er wordt gewoon niks overlegd. Het wordt zomaar gedaan. En nou ja, er blijkt dus een nieuwe app zijn geopend. Door en door de nieuwe coördinator. Voor de aan- en afmeldingen. En dan denk ik van ja, als je gewoon goed en duidelijk in die andere app je nummer neerzet. Wat ik al heb gedaan. Nou, dan weet iedereen je wel te vinden. En daar hoeft niet continu allemaal andere appjes voor of et cetera, et cetera, et cetera. Maar ja, blijkbaar dus wel. Maar overleg! Dat wordt niet gedaan. Nee, dat vind ik jammer. Hoe zouden jullie hier weer mee omgaan? Want ik had ook al zoiets van, nou, ik bel kwaad op. Want ik kan hier gewoon niet tegen. Denk van ja, bel gewoon even. Van joh, hey, is het handig? Is het niet handig? Hoe zullen we dat aanpakken? Zullen we het even in de groep gooien? Of wat dan ook. Wordt niks overlegd. Echt totaal niet. Dus ja, verhaal kort te maken. Ik slaap er even een nachtje over straks. Met een klein flesje wijn. Misschien nog wel 2. En misschien nog wat lekkers. Want Roderick die gaat zo meteen iets lekkers maken. Misschien ga ik het nog wel vloggen. Even kijken hoe ik me voel. Ik ben moe, ik heb het koud. Dus ik heb weer zo'n lekkere klare dag. Ja, even snel leuk gezegd. Dus ja, maar dat maakt niet uit. Ik ben gewoon koud. Dus en heel koud krijg ik, word ik ook moe, hè? Ja, dus zodoende. Nee, morgen is het gewoon morgen, straks, morgen, later, overdag. Ga ik de afwas doen. Ga ik weer een paar vlogs maken, want dat moet weer even gedaan worden. Want de 14e, 15e is het de laatste. Dus ik moet echt weer even aan de bak. Dus, en zondag wat leuk. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon kijken. Hier ligt het dan. Oh, daar komt de raak aan. Kijk dit liggen. Waar de zus ligt, weet ik niet. Maar oké. Dan ligt die daar. Huh? Oh, die ligt daar in de... Oh, daar. Oh. Die ligt helemaal daar achterin. Kijk. Die ligt daar. In de tent. Lekker veilig en wel.
Lief, hopedopie. Maar ze kan er ook zo lekker bij liggen, schat. Mm-hmm. Ja, bij mij. Op de bank. Mm-hmm. Nee. Heb je het al gezien? Mm-hmm. Nou, Aro, die zit dus daar. En ik kijk tv en nee, daar hou ik niet eens van de Bolt. Nee. Maar daar maak ik het ook lekker geluidstil. Ja. Hè? Ja. Oké, let niet op de afwas, want dat wordt morgen gedaan. We gaan nou... En de gastenhuis wordt morgen gedaan. We gaan nu ons concentreren. Dat doe ik wel, alsjeblieft. Ja, wat hebben we? Ingrediënten? Eén banaan, ja. Eén banaan. Eén flink hoeveelheid suiker. Mm-hmm. Ja. Kun je beter het in die maken zometeen, hè? Nee, ik maak even de kom. Ik heb er twee vorken voor. Dat vind ik even handiger. En wat van... Stuifmeel. Zelfrijzend bakmeel. En het belangrijkste, het geheim ingrediënt. Dat is heel hè? Poedersuiker. Ik weet het. Dan heb je alweer te vragen. Nee, ik noem geen merknamen. En ik heb even wat spul dingen om in de pan te doen. En het banaan. Ik had het grappig om te doen. Ik heb ook een jongen in de klas laten zien hoe je dat deed. Dat is een beetje trekken en dan buigen.